Ja, en het contrast had gistermiddag niet groter kunnen zijn. Liliane Ploemen nam afscheid van de Kamer. Ze vond zichzelf niet goed genoeg als leider van haar partij, de PvdA. In de wandelgangen vond men haar te lief, te aardig, te tante Pollewop. En ja, debatten win je alleen met een zachte G als je de woordkeuze hebt van Geert Wilders. Ik had door Liliane juist weer een beetje sympathie voor de Partij van de Arbeid. Maar ja, aardig en meelevend, zo werkt het niet, hè, in de politiek. En dat bleek een kwartiertje later, want Sigrid Kaag liet zien hoe je wel overleeft. Bij die bizarre persconferentie over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij D66. Heel veel voorlichterstaal gebruiken, bureaucratische processen en wegingen opgooien als rookgordijn, geen emotie tonen en op wat lamme excuses na niks toegeven. Kijk, dan ben je een lid van een Rutte-kabinet. Wat zeg ik? Een volwaardige Rutte-kloon. Ik kan me dat bericht niet herinneren. Begrijp ik nou goed dat u zegt, daar heb ik geen actieve herinnering aan? Het eerste wat je doet is het slachtoffer / de klokkenluidster ontmenselijken. Je zegt vooral niet te vaak het woord slachtoffer of de dame om wie het hier draait. Nee. Dit is een hele uitzonderlijke casus. In deze casus, omdat dit een bijzondere casus is, trek me deze casus aan. We zien bij die casus die al dateert sinds 2016. Eén casus, één hele belangrijke kwetsbare casus. Eén verschrikkelijke casus. Je bent geen vrouw die keihard gestalkt is. Je bent een casus, een verschrikkelijke casus. En later onder druk van het journaille werd duidelijk wat Sigrid eigenlijk echt van haar vond. De aanname is dat ik meer kennis zou hebben dan ik had. Ik had een melding, een bezorgde melding van de klaagster, het slachtoffer. De klaagster, het slachtoffer, de klaagster. Dat maakte die persconferentie van gisteren zo bijzonder. Je zag alles wat slecht is in Den Haag onder het flinterdunne suikerlaagje zitten. En natuurlijk had de pers het gedaan. Maar als ik zo kijk, de hele week, over de casus zelf, heb ik soms het idee dat het meer over ophef gaat en minder over de slachtoffers. Dat is lef, hè? Zelf het slachtoffer laten stikken, ondanks dat ze je meerdere malen om hulp vraagt en nu de pers de schuld geven. Vooral de vrouwelijke journalisten waren als hyena's voor Kaag. Je voelde gewoon tussen de regels door, hey Sigrid, jij bent niet de dader, hè? Dat weten we. Maar je had een vrouw, één van ons, kunnen helpen, maar je hebt haar verraden voor electoraal gewin. De sms van de betrokkenen. Oef, werd Sigrid even om haar oren geslagen met haar eigen woorden. U heeft zelf gezegd in een interview, het is een speciaal plekje in hel voor vrouwen die andere vrouwen niet helpen. Nou is er een vrouw die contact met u opneemt. En die verwijst je ijskoud naar een advocaat. Oh, en er was ook nog een voorzitter. Er is een hele grote fout gemaakt door het bestuur. Waarom gaat het bestuur niet weg? Ik begrijp uw vraag tot u die stelt. Wat is het antwoord? Ja, wat is het antwoord? Kluns. Je merkt dat journalisten de voorlichterspraatjes, het gedraai, het nooit antwoord geven in Den Haag zo zat zijn. Dit kan de toon wel eens gaan worden bij persconferenties. Maar eerlijk gezegd was de grootste schade voor D66 al eerder in de week gedaan bij Jinek. Er bleken namelijk veel meer casussen te zijn. Oud-D66-medewerkster Marleen Wehner beschrijft. We hadden een etentje met alle mensen in de partij die er toe deden. Zeg maar. Het waren Kamerleden, wethouders, maar ook het bestuur. Iedereen zat daar. Dus we waren met 30 mensen aan tafel. Nou, en hoe was de sfeer? Voor een aantal mensen waren behoorlijk dronken. En op een gegeven moment, het was eigenlijk een beetje een corporaal feestje. Even, weet je nog dat D66 Johan Remkes voor de bus gooide vanwege zijn drankgebruik? Maar dan gaat de fractievoorzitter Rotterdam op tafel staan bij het feestje en tegen haar speechen. En dat duurde echt heel lang. En op een gegeven moment was hij halverwege en toen zei hij dat ik de lengte van de lul van iemand anders wel zou weten. Gezellig. Beetje de beginscène van Soldaat van Oranje. Tirambula, vals. En dan blijkt die sfeer binnen D66 wel degelijk structureel. Want er was helemaal niemand die mij hielp, weet je wel. Iedereen van die 4 jaar die daar zat, die keek gewoon en niemand deed iets. Kamerleden, wethouders en het D66-bestuur. Zou Liliane Ploemen dan wel het slachtoffer even hebben gebeld om te vragen hoe het is? Ik durf te gokken van wel. Maar ja, daarom zit die niet meer in de Kamer, hè? En mevrouw Kaag wel. Les 1 in de politiek, mevrouw Ploemen. Je nooit aan je eigen woord houden. Sorry zeggen is niet genoeg. Bij verantwoordelijkheid hoort verantwoording. Dat kan alleen door af te treden. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.